Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in De Koterij. Eerst en vooral, dankjewel. Dankjewel aan iedereen die vorige week donderdag duimpjes heeft gegeven, die mij mentaal en kosmisch gesteund heeft. Want ik heb jullie steun gevoeld. Kort gezegd, vorige week donderdag was mijn première van mijn nieuwe stand-up comedy show Influencer. Super plezant, het was tof, alles is gelukt. Het was een spetterend spektakel. Het was zwaar, want ik heb 2 keer na elkaar moeten spelen. Je hoort het misschien nog een klein beetje naar mijn stem. Maar wat een fantastische première. Oh yes. Einde promo, hieronder staat mijn link naar mijn website. Daar kun je tickets kopen als je de show ooit wilt zien. Ik ga meer dan een jaar op tournee met deze show. Dus komt wel goed, heb tijd om alles te bekijken. Maar hieronder de link. Goed, wat gaan we deze week maken? Er is een idee dat al heel lang in mijn hoofd rondrammelt. En dat is een kader die je kunt aanpassen. Een kader met 2 posters in. Stel je voor, er hangt in je huis een kader met een poster. En je vindt dat een heel mooie poster. Maar dat wordt om duur een beetje saai dat het altijd dezelfde is. Zou het niet leuk zijn dat je dat zou kunnen aanpassen naar gelang uw goesting of uw gemoedstoestand. Dat er een hendel is waarbij dat je eigenlijk de poster die erin zit kunt verwisselen met een andere poster die erachter zit. Of misschien nog beter, je hebt weinig plaats in je appartementje en je wilt wel aan de spiegel kunnen hangen. Zouden kunnen. Aan de ene kant hangt er een affiche en aan de andere kant een spiegel. Dus als je wilt spiegelen, kijk je even in de spiegel en dan heb je terug een affiche, een mooie poster in plaats van een belachelijke spiegel. Of nog iets anders, een deftige poster en dan op de andere kant een poster met blote madame op. En als je mama binnenkomt, kun je het veranderen. Zoiets. Nu, je zou dat heel simpel kunnen doen, hè, dat alles gewoon manueel te verdraaien is. Maar ik wil het verdraaimechanisme van de poster in de frame met een coole hendel langs de zijkant doen. Dus eigenlijk een soort van jackpot-achtig mechanisme waarmee dat je de poster verandert. Het wordt wat experimenteren, ik ben benieuwd. Ik ga eerst een crappy versie maken en kijken of dat het mechanisme dat in mijn hoofd zit, dat het effectief ook in de werkelijke wereld werkt. Ik heb van alles uitgetekend, op papier klopt het volledig. Dus yes! Oh, ik wou mijn opgeschreven maten meenemen, want anders weet ik niet in welk formaat de plankjes moeten Go! Ja, klein probleempje. Dit is een nok die een luikje zal openduwen. Straks wordt dat duidelijk. Maar ik heb gezien dat het randje van mijn bakje, want dit is eigenlijk het bakje dat tegen de muur komt, waar Hans de constructie zal in vasthangen, en Hans het mechanisme. De rand van het bakje is te hoog, want ja, de nok komt niet voorbij de rand. En dat moet wel, want anders kan het niet dat ding openduwen, hè? De open scharnier. Dus randje eraf.
Oké, deel 1 van de beweging, dat is al gefixt. Je moet je dat voorstellen, dus dit hangt eigenlijk zo tegen de muur. En dat één latje hier dat ze op en neer beweegt, is eigenlijk een volledig kadertje dat openklapt en dan terug dichtklapt. Dus kijk, hup, 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 hup. Tijdens dat die beweging, want dit is nog maar deel 1 van de beweging, terwijl het kadertje openklapt, zit er in dat kadertje nog een kadertje dat 180 gaat draaien rond zijn as. Dus het klapt open, ondertussen klapt er, draait er iets aan, dan klapt het terug dicht. Zijn we mee? Dus je ziet hier, deze hendel maakt een rotatie van 180 graden. Dat kadertje dat in dit kadertje draait, draait ook 180 graden. Dus aha, als ik de draaibeweging van deze hendel gebruik om het kadertje erin te draaien, dan heb ik 180 graden gedraaid. Ik denk dat dat klopt, hè? Inderdaad. Dus met touwtjes en katrolletjes ga ik dus deze beweging nu overbrengen naar een draaiende beweging in een centraal kadertje. Dus wat moet ik maken? Dit kadertje eerst en vooral en katrolletjes met de draaibank. Oké, ik krijg dit niet goed in beeld gebracht, dus ik laat het gewoon zo zien. Dit is die centrale as, waar dus die hendel zal aanhangen. Dus dat is die nok dat luikje openduwt. Ik heb ernaast een katrolletje gestoken, dus hier gaat een touwke op afgewonden en opgewonden worden. Opgewonden worden. Maar voilà, kijk, dus een draadstaafje door deze twee stukken, zodat die vastzitten. En heb mij daarnet zien daar zo een rondel aan lassen. En die rondel, en ondertussen krijg ik net een mesje, super gezellig. En dus die rondel die hangt vastgelast aan die as. Dus dit hangt eigenlijk allemaal mooi samen aan elkaar. Dus nokje om het luikje op en neer te duwen. En dan een klosje om een touw rond op te draaien en af te draaien. Dat is misschien een beter woord. Stop met sms'en sturen. Ik ben wel aan het uitleggen aan mijn lieve vrienden van YouTube. Hè. Ah, nu dat ik toch bezig ben. Het kadertje is ondertussen ook droog. Maar hier, deze uitsparing, dat heb ik verkeerd geplakt. Die moet eigenlijk aan deze kant zitten. Want daar komt dan dit klosje, waar ook een touwtje over zal rollen. Dus... we negeren de sms'jes gewoon. Het klosje moet aan deze kant zitten en niet aan deze kant. Dus dit moet verplaatst worden. Wat een beetje stoem is, maar kijk. Ik ga stoppen met babbelen, want ze hebben mij blijkbaar dringend nodig. En ook verder doen. Hier moet nog een slagmoer doen, maar je gaat alles wel zien. Stop het!
Oké, ik heb vorige week een aantal vragen gekregen over deze techniek, het gebruik van secondenlijm en houtlijm tezamen. Het is eigenlijk vrij simpel. De secondenlijm zorgt ervoor dat de twee dingen mooi samen blijven. De houtlijm zal, als die droog zijn, zorgen voor de sterkte. Want deze is niet een supersterke band of de supersterke lijmverbinding. Dus dit is eigenlijk de klem, dit is de sterkte. Dus de secondenlijm zal alles nu samenhouden totdat deze droog is en dan is alles sterk. En dan wordt de secondenlijm ook nog geactiveerd met deze versneller, waardoor eigenlijk dit nu al mooi vasthangt. Duidelijk? Alright. Het mechanisme werkt nog, maar ik heb hier gemerkt dat dus mijn speel die mijn kadertje in het midden zal draaien, dat die botst met de speel van de hendel. Dus het is niet diep genoeg. Nu, dat is iets dat ik kan oplossen, maar ik wil nu eerst kijken of dat het draaimechanisme, of dat wel klopt. Dus nu ga ik hier een touwtje rond al die katrolletjes doen. Ik heb hier ook die rode katrolletjes erin gestoken. Dat is van Meccano en niet zelf gemaakt uit hout. Want ja, ik had vergeten dat er eigenlijk hier ook nog touwtjes, geleidende katrolletjes moeten zitten. Want een touw dat schuin op een katrol komt, ja, dat rolt dan niet goed. Hè. Dus voilà. Het is nogal chaotisch uitgelegd allemaal, want de tijdsdruk wordt groot, want ik merk nu dat ik het sowieso niet klaar krijg, maar ik wil wel dat draaimechanisme nog getest krijgen. Dus hier een touwtje doorweven en dan duimen, hè. Je ziet, dus we hebben de eerste beweging, het openklappen, het draait ook hier, dat zie ik ook, maar ik vrees dat het geen 180 graden draait. En ik zie ook aan wat het ligt, doordat het hier open gaat, verandert de lengte van de draad, zo gezegd. Dus doordat de afstand die een draad af moet leggen, wordt eigenlijk ook een beetje gecompenseerd door de opengaande beweging. Dus het is niet meer lineair, waardoor dat deze beweging niet 100% doorgezet wordt naar hier. Allee, ik zal hier een blad papier plakken, dan kun je het zien hoeveel dat het draait. Oké, het draait zelfs nog geen 90 graden. Je ziet het ook duidelijk. Het grootste deel van het draaien is eigenlijk in het begin van de beweging en op het einde van de beweging. Van het moment dat er een groter scharniermoment is, dus de afstand groter wordt, de afstand die het touw aflegt, ja, wordt dus eigenlijk gans de beweging van het draaien van dat touw opgesoupeerd door dat scharnier dat open gaat. Veel bijgeleerd, maar goed, ik heb geen idee hoe dat ik dit moet oplossen met het huidige systeem. Dat bewijst alweer, het is niet omdat een plannetje in je hoofd klopt, dat het in de werkelijke wereld ook zo is.
Het gaat niet lukken met touwtjes, dat heb ik nu al door. Maar ik heb nog wel een ander ideetje waarbij we met tandwielen werkten. Dat wou ik misschien, dat was een andere optie. Ik wou dat niet doen omdat dat meer werk was. Maar misschien moet ik dat nu wel eens proberen, die bewegingen naar elkaar overbrengen, gewoon met tandwielen. Veel bijgeleerd. Ik hoop dat je het leuk vond. En abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En ja, ik kan nu niet verder doen, want ik moet nu in mijn auto springen. Nee, eerst dit nog monteren, dan in mijn auto springen, want ik ben vanavond de gast in de ideale wereld. Dus ik zie jullie daar. Ik zie jullie ook hier van onder in de commentaren. Allee, ik zie jullie overal, maar ik zie jullie vooral supergraag. Yo, tot volgende week!